Maar ondertussen hebben we wel al 6 diamonds, mensen. En dat gaat natuurlijk 10 keer zo snel als dat die AMC collector en alles doet. Want deze heeft nu 6 diamonds collect. In de tussentijd dat ik hier bezig ben geweest, heeft deze 1 diamond collect. Hallo kijkers van Gaz Games, hier ben ik weer met een nieuwe video en zoals jullie zien zijn we weer op de Tekkit server. We gaan weer lekker verder waar we gebleven waren. Of course moesten we de stroomvoorziening nog doorleggen hier naar beneden, want dan konden we de automatische blaze farm rot ding aanzetten. Daar hebben we dus nog voor nodig wat glass fiber cables, alleen we zaten heel erg krap met de diamonds. Hebben we überhaupt nog diamonds? Ik zie ze niet in mijn inventory, zitten ze hierin? Ja, hier zit er sowieso nog eentje in en ik denk hier zo, ja oké. We kunnen in ieder geval 4 extra kabeltjes maken. Volgens mij waren we er al bijna. Dus even kijken, ik zal er 4 bij maken. Ik denk dat dat dan wel voldoende moet zijn. Even kijken, hopsakee. Dan gaan we hier even naar beneden toe, naar onze farm toe. En dan even kijken, de kabeltjes lagen tot hier. Oké, ja, dan moet er hier nog eentje bij. Heb ik er nou echt nog meer nodig als 4? Ik moet hem hier op de achterkant aansluiten. Deze kan even weg. Nee, volgens mij, ik moet het net halen. Even kijken, dit zit ervoor... Oh ja, dit zit er omdat ik ging bouwen natuurlijk. Hoppakee. Even kijken, deze krijgt nu nog geen energie. Hoe kan dat? Waarom krijgt deze... Mist er iets? Of is de stroomvoorziening misschien te lang? Dat zou ook kunnen natuurlijk. Dat ik er bijvoorbeeld even een badbox tussen moet drukken of iets. Of ik heb het natuurlijk aan de verkeerde kant gedaan. Of nee, dat kan toch niet? Even kijken, waar heb ik hem nou uit laten komen? Hier gaat hij rechtstreeks naar beneden. En hier gaat hij daarheen. Maar, oh wacht, het is donker. Wauw. Het is natuurlijk donker, er is helemaal geen licht op dit moment. Dus dan werkt natuurlijk de energievoorraad ook niet. Omdat het alleen met zonnepanelen is. Even kijken, nu als het goed is, ja, die geeft stroom. Dus dan zou het hier beneden ook stroom moeten geven. Dan zou deze als het goed is door moeten gaan. Ja, oké, het krijgt stroom. Even kijken, dan gaat het alleen nog niet zo snel, want er zitten geen overklokkers in. Dan moet ik toch eerst weer naar boven. En dan moet ik even mijn overklokkers gaan pakken. Kijken of ik het sneller kan laten gaan. Even kijken. Oh wacht, die heb ik wel al bij me. Goed, loop ik voor niks naar beneden. Hoppakee. En dan gaan we hier mijn overklokkers in doen. Even kijken. Dan zou het als het goed is sneller moeten gaan. En de stroomvoorziening kan het net niet aan. Oké, 2 dan. 2 dan blijft die wankelen. Oké, dus dan is de stroomvoorziening net niet sterk genoeg. Wat nu dus gebeurt, wat jullie kunnen zien... 2 van de 3 gaat deze kant op. Dus dat gaat weer hierheen. Er wordt weer een blazerrot van gemaakt. En de rest gaat hierin. Hier zitten nu 10 van die dingen in. Ik zal ze even gebruiken om de blazerrots door te vullen. Hoppakee. Er zitten al wel heel veel blazerrots in. Dit zal ik op een gegeven moment moeten verlagen. Hier moet dan een diamond in. Die pakken we even. Hoppakee. En die diamond die kan dan gewoon lekker hier zo chillen. Dan zul je zien dat dit heel langzaam... het is natuurlijk, er staat hier maar 1 pomp op, hier staat maar 1 pomp op, er zijn nog slechte pompen ook. En, maar toch gaat alles gaat deze kant op en deze kant op. Het gaat nu niet snel, je kan zelfs 2 macerators maken dat 2 keer zo snel gaat. Maar zoals je wel kunt zien, dit gaat dus rustig omhoog. Dit gaat sneller als een MK2 collector, MK3 collector, maakt niet uit. Zoals je hier kunt zien, het gaat nu zeg maar zo... ik zie wel dat deze erbij komt, dus wat we eventueel kunnen doen is zeggen van... Hey, ik wil... Kan ik er eentje snoepen? Ja, ik heb er eentje gesnoept. Ik wil ze even snel. Dan weet ik niet of deze nog genoeg toelevering krijgt van de blazerrots. Want deze zit natuurlijk met 2 overklokkers. Even kijken, maar dit gaat op een gegeven moment ook vol zitten. Omdat deze pomp staat natuurlijk nog steeds op groen. Dus die pompt niet snel dingen eruit. Dat is gewoon een kwestie van wachten. Maar zoals je wel al ziet, het pompt wel. En het gaat nu gesplitst. 2 die kant op, 2 die kant op. Dus van de 4 die er komen, worden ze gesplitst, bewijs van. Dan zie je, heb je hier alweer 1 diamond. En even kijken, hoe gaat het hiermee met onze voorziening? Kijk, het loopt allemaal op. Wat je op een gegeven moment natuurlijk kan doen, want het gaat niet snel genoeg. Dan kun je gewoon even de helft die uitpakken. Ik weet niet of die dat nu pakt. En die stop je gewoon in één keer hierbij. En dan heb je gelijk 2 diamonds erbij. Dit gaat natuurlijk veel sneller als de rest van de dingen. En zoals ik al zei, je kan hem natuurlijk nog sneller maken. Ik bedoel, je kan alles wat hier uitkomt, kun je 2 kanten op laten gaan. 1 buis eruit, diamond. Dan zet je hier 1 messenreten, 2 messenreten. Je laat alle 2 de messenreten binnenkomen. Vervolgens zet je bij alle 2 zet je een pomp om het eruit te trekken. En dan gaat het allebei deze kant op, weet je wel.
En zo kun je het ook met 10 macerators doen. Zo kun je het met een heleboel macerators doen. Ik hou het voorlopig eerst even op 1. Even kijken, want het gaat nu net snel genoeg. Kijk, dit gaat nog te langzaam omdat die pomp niet snel gaat. Nou, dan doe je gewoon even zo. Voor de rest, deze zal nooit out of blaze rods raken. Want deze die pompt wel door. Kijk, hier is er alweer 1. Die gaat er dan hier weer bij. En tegen de... Ik weet niet. Even kijken, want hij gaat natuurlijk steeds sneller pompen. Zoals je ook kunt zien, hier gaat het dan in één keer pjoem. Kun je deze goldpijp trouwens niet aan een diamondpijp aansluiten? Ga ik heel snel testen hoor. Ja, gold. En kan ik hem dan niet gelijk met die? Ja, oké. Okay. Dit is een stukje beter, want nu schiet het in één keer weg. Anders moet je de hele tijd wachten. En deze snelheid die haalt hij wel. Hier zo in maakt op zich niet zo heel veel verschil. Dit hoeft toch niet snel te gaan, zolang het hier maar inkomt. Dit is wel een stukje beter, denk ik. Even kijken hoe zit het. Hij heeft er nog steeds 9. En deze gaat nu natuurlijk straks ook sneller pompen. Dit gaat sneller pompen. Nou ja, er komt niet veel sneller binnen. Maar ondertussen hebben we wel al 6 diamonds, mensen. En dat gaat natuurlijk 10 keer zo snel als die AMC collector en alles doet. Want deze heeft nu 6 diamonds collect. In de tussentijd dat ik hier bezig ben geweest, heeft deze 1 diamond gecollect. Dus je ziet dat gaat al 6 keer sneller. En of ik dan MK2 collectors, MK3 collectors of weet ik veel wat heb. Ja, dit kan gewoon niks tegenop. Deze blijft wel doorgaan. Oeh, hij gaat nu alleen iets sneller als dat er binnenkomt. Dus ik denk toch dat we deze even tijdelijk weg moeten halen. Dan gaan er... Oeh, wat doet hij nou? Nou gaat alles daar één. Oh nee. 2 naar rood. Ja, dat klopt. 2 naar rood. Dat moet goed. En dan 1 daarin. Dat zou nu moeten kloppen. Dan zou hier wat meer blaze rotsen in moeten gaan. Ja, het is allemaal net even goed afstellen. Het is natuurlijk ook, het heeft te maken. Kijk, kan hij dit nu? Nee, dan gaat hij hem leeghalen. Nee, dat is niet de bedoeling. Als het goed is, is de stroomvoorziening daar net niet sterk genoeg voor. Omdat we natuurlijk ook de quarry hebben die momenteel nog aan het draaien is. Ik kan er al even gaan kijken bij de quarry. Waarschijnlijk word ik aangevallen door spinnen, want ik hoor al de hele tijd spinnetjes. Ja, kijk, dat dacht ik al. Hup, oh, auw. Oké, zo, die is ook weg. Zoals je kunt zien, de quarry is natuurlijk ook bezig nu. Hij heeft al een heel stuk gedaan. Hij gaat hierna weer naar het steen toe. Ja, deze quarry hebben we natuurlijk al klaar. Maar dit wordt een veel grotere quarry. En waarschijnlijk heeft deze ook alweer wat glowstone dust geproduceerd. Ga weg, spin. Hoppakee. Even kijken, hoe zit het hier? Oh, hij heeft zand hier zo. Zand, shit. Ja, nou, laat maar liggen. Daar hebben we toch niet zoveel aan. Hij heeft er 4 geproduceerd. Waarom pakt netherkool? Oh, het heeft geen EMC-waarde. Nou, flikken maar lekker op de grond. Nu hebben we het toch niet nodig. Nou, hier is wat bijgekomen. Hij heeft 4 diamonds. Oké. Okay. Dus hij heeft toch nog 4 diamonds weten te pakken. En 5, ja, nou, oké, okay, dat is leuk. Dan hebben we hier ook weer wat diamonds. Nee, wacht, die kan ik trouwens wel gelijk... Nou, we laten hier alles wat hier binnenkomt, laten we nog even zitten. Want we hebben nu toch die andere collector. En dit gaat sowieso al zorgen dat het allemaal een stukje sneller gaat. Voor de rest kan ik deze items denk ik allemaal weer in mijn bag doen. Want ik heb dit allemaal niet meer nodig. Flint kan erin, vlees moet ik wel hebben, want anders kan ik niet meer eten. Die kan weg, die kan weg, die kan weg. Ja, we doen gewoon even alles erin en alles wat we dan straks weer nodig hebben, kunnen we altijd weer even pakken. Hoppakee. Dit is gewoon handig om bij je te hebben natuurlijk. Je hebt echt alles bij je. Even kijken, je drukt eventjes weer hierop. Hoppakee, geordend. Alleen nu zal ik toch echt bezig moeten gaan, denk ik, voor Red Matter. En Red Matter is natuurlijk een fucking duur product. Alleen, daar moet ik eerst Dark Matter voor hebben. En even kijken, Dark Matter moest je maken door middel van... Oeh, dan gaan we even kijken hoor. Oh ja, deze moest ik hebben. Dan moest ik er dan 1, 2, 3, of 8 van hebben en 1 diamond blok. Dan gaan we even kijken hoe het zit met de diamonds beneden. We hebben hier nu genoeg voor 1 diamond blok, dat bedoel ik. En hoe gaat het hiermee? Deze zit er 10, hier zit er 46. Die pomp is nog steeds groen. Dat snap ik alleen niet. Waarom gaat die niet wat harder pompen? Kijk, die gaat wel harder pompen, maar die nog niet. Wat we wel even kunnen doen is gewoon zo. Dit stapelt toch wel bij. En gezien die pomp toch niet snel genoeg is. Hoppakee. Dus nog eens 3 diamonds. Oké. Okay. Dan hadden we boven nog diamonds van de andere... Ja, hoe heet dat ding? De energy condenser. Hoppakee. Hier zit... Okay, hier zit er nog 1 in. Bijna 2. Gooien we dit er even bij. Dit er even bij. Gaat al een stukje sneller. Nee, mijn steaks laat ik lekker in zijn waarde. Zo, je krijgt nog veel voor die dingen. Oh, je krijgt nog 177 voor. Weg ermee dan, hoppakee. Nee, maar goed, we hebben een diamond blok nodig. Even kijken, dat is gewoon natuurlijk, hoppakee, overal diamonds.
Ja, op deze manier. En dan hebben we nog een, allemaal van die andere dingen nodig. Wacht even, die heb ik volgens mij in mijn bag zitten. Waar staan ze? Nee, hier staan ze ook niet in. Heb ik ze dan ergens verstopt of heb ik ze gebruikt als EMC-waarde? Het zal toch haast wel niet? Even kijken, zitten ze hier in een van die chesten? Ja, oh, hier zitten ze gewoon in. Wauw. Oké, daar heb ik er dus ook 8 van nodig. Dat betekent dus dat ik het even zo doe. En dan moet ik 1, 2, 3, 4. Zo. Ja. Oké, dan heb ik nu dus 8 van die. En als het goed is, als ik dit dan helemaal rondom zou doen. En dan die in het midden. Ja, kijk. Dark Matter. Oké, nou doe ik deze wel even hierin. Want we hebben nog meer van deze Dark Matter nodig. Alleen, ja, dit gaat natuurlijk een heleboel tijd in zitten. Want Dark Matter is gewoon duur. Ja. Nou, wat we wel zouden kunnen doen is deze in werking zetten in plaats van deze. Maar ik denk niet dat dat helemaal de bedoeling is. Ik weet ook niet of dit eigenlijk nou, of die, als die eronder staat of het werkt. Ik weet het niet zeker. Dat moeten jullie maar even achterlaten in de reacties. Voor de rest, even kijken hoe gaat het hiermee. Oh, hij pompt nu ook rood. Ja, oké, nu wordt het mooi bijgehouden. Kijk, hier komt er ook te veel in. Dus wat we dan doen, omdat het toch zo snel gaat. Hoppakee, die erin. Die erin. Hoppakee, dan hebben we alweer 5 diamonds. Kijk, dit gaat super snel. En die 5 diamonds, die kunnen we dan mooi gewoon mee naar boven nemen. Eigenlijk had ik die aan moeten sluiten op deze, op deze energy condenser. Alleen ja, dat was een hele omweg geweest natuurlijk. Maar zoals je ziet, het gaat gewoon zo verschrikkelijk snel. Nu vooral omdat hij heeft nu 2 overklokkers. Eigenlijk had ik een derde erbij moeten hebben. Maar dat heb ik helaas niet. Even kijken. Oké, dit gaat er wel mooi uit. Even kijken, loopt het ook een beetje gelijk? Hier zit er nou 0. Ja, dan komt er weer 1. Dan komt er 3. Dan gaat hij weer naar 7. En als die op 7 staat, dan komt er weer eentje bij. Ja, oké, hij staat nu zelfs op 8. En deze gaat mooi door. We hebben alweer een diamond. Zo gaat het wel snel door. En even kijken, hoeveel red matter... Of hoeveel kost er ook weer 1 red matter dan? Even kijken hoor. Moest ik even terug. Red matter. Dat zijn 3 van die en superveel van die. Alleen die heb ik nou opgemaakt, of niet? Heb ik dat echt gedaan? Heb ik die nou echt opgemaakt? Die... Ja, want ik heb ze ook niet meer in mijn invier zo dan. Nee, ik heb er eentje te veel gemaakt. Nou weet ik toevallig dat je hiermee volgens mij, als je die hierin deed. Dan ging die volgens mij over naar zo'n zilveren. Daar moeten we straks even op letten. We moeten even gaan slapen, anders is onze energie natuurlijk weer uit. We moeten ook meer solar panels gaan maken binnen de kortste keren. Want deze trekken gewoon al mijn stroomvoorzieningen niet meer. En ik zie dat we hier een heel groot gat in de grond hebben. Dat willen we ook natuurlijk even voorkomen. Hebben we nog van die blokken? Ja, oké, mooi. Dan gaan we dit weer even dichtbouwen, want het ziet er natuurlijk verschrikkelijk lelijk uit als hier al die gaten zitten. Dat was gewoon puur om eventjes naar beneden te bouwen, die stroomvoorziening, zo. Dan zien we er helemaal weer niks van. Maar ik denk dat ik hier nog 3, 4 solar panels bij wil van deze. En dat gaat een heleboel kosten natuurlijk, want we hebben weer 8 solar panels per keer nodig. En even kijken, hoe maakten we die ook weer? We hadden generators nodig, veel electronic circuits, coal dust en glass. Oké, dus we hebben veel coal nodig. Even kijken, we hebben hier nog 6, daar gaan we even wat meer van maken. Hebben we nog iets wat we kunnen gebruiken? Ik heb hier nog 2 sapphires. Daar kunnen we wel zat mee. Even kijken, die... Oh! Oké, ja, dat is niet helemaal de bedoeling. Nou, 1 stekje kan eruit. Hoppakee, en dan kan dit weer vullen rustig aan. Zo, dan doen we die er ook maar gewoon bij. Even kijken, de kool kan dan in de macerator. Dat is deze. Zo. Toch? Was nou de macerator? Ja, de macerator. Oké. Dan moeten we alvast wat sticky resin weer hebben. Hebben we dat hierin zitten? Ja, we hebben hier sticky resin in zitten. Oké. Die moest in de extractor. Ja. Dan even kijken, dan hebben we nog glas nodig. Nou, glas is simpel. Electronic circuits, ja, dat was ook makkelijk. En generators, volgens mij. Generators, ja. Generators was simpel. Nou, daar hebben we er ook nog 10 van. Maar dan moeten we even wat batterijtjes van maken en dat soort dingen. En ondertussen, ja, waarschijnlijk zit hier ook alweer iets van 4 diamonds in. 3. Nou ja, ik bedoel maar, dit gaat super snel door. En zo kunnen we dus binnen nu en een paar afleveringen al wel tot die dark of die red matter dingen zijn. Binnen een paar afleveringen is natuurlijk, dan moet ik hier AFK gaan staan, dat ga ik niet doen. Ik ga het niet cheaten als het ware, maar natuurlijk gaan we het wel zo snel mogelijk een beetje doen.
Want we willen natuurlijk ook nog naar de kerncentrale en we willen nog meer dingen doen. En trouwens, hoe zit het met mijn Mining Turtle? Daar heb ik helemaal niet naar gekeken. Oh, die staat alweer netjes op zijn plaats. Hij is ook al best wel ver. Waarom is die gestopt? Nou ja, maakt niet uit. Excavate. Ik weet dat ik er nog veel meer dingen mee kan doen, mensen. Maar ik laat hem nu eerst gewoon eventjes deze standaard shit doen. Zodat hij dat heeft gemaakt, hier een query heeft gemaakt. Ondertussen, ja, kunnen we alvast verder aan de sticky resin dingen en zo, denk ik. Ja, pakt hij dit nog met energie? Ja, dit pakt hij zeker nog. Nou vraag ik me af, komt het door de glass fiber cables dat hij niet genoeg energie pakt door die overklokkers? Of zou het gewoon komen omdat alles bij elkaar te veel energie vraagt en dit ding gewoon... Ja, wacht, dat kunnen we natuurlijk checken. Waar zit de MFSU? Nee, niet hier. De MFSU zat volgens mij hier ergens onder de grond. Ja, hier is die. Ja, kijk. De power wordt zo snel leeggetrokken van de MFSU dat hij niet eens vol raakt. En dat komt gewoon omdat er niet genoeg solar panels staan. Dus we moeten gewoon meer solar panels maken. En dat moeten we dus doen door middel van de EMC van dat gekke ding. We hebben hier nog 9 batterijen. We hebben hier nog wat van die. Wat had ik nou nodig voor een generator ook alweer? Een generator, een iron furnace. Daar hebben we nog meer iron voor nodig. Er zit hier nog volgens mij in. Ja. En dan doen we ondertussen nog heel eventjes alvast wat iron omzet. Oh ja, shit. Daar hebben we, ja, nou, weet je wat? Zo, hoppakee. Pak even wat ik nodig heb. Ik denk dit. En dan zetten we deze dark matter er weer in. Hoppakee, dan switcht die wel weer om. En dan gaan we even kijken. Maken we er nog even een paar... Ja, ik heb wel meer iron nodig trouwens, hoor. Hoppakee. Ik denk dat 1,5 stekkie, zoiets, dat is wel voldoende. Die kan weer daar en dan die weer zo. Hoppakee. Want we hebben natuurlijk wel wat furnaces nodig van die dingen. Want we willen een heleboel solar panels. Ik wil minimaal 2 van die low dingen erbij hebben. Even kijken. Iron furnace, ja. Batterijtje erboven. Hoppakee. En dan deze nog eventjes splitsen. Zo. Dat betekent dat we nog 8 generators erbij hebben. Dat betekent dat we nu 18 generators moeten we 36 electronic circuits maken. 36 electronic circuits, dat is een heleboel. Mensen, ik wil jullie in ieder geval allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze aflevering van TechEd. Vonden jullie het nou leuk? Doe dan even een blauw duimpje omhoog. Abonneer natuurlijk even als je nieuw bent. En mensen, ik zie jullie weer in de volgende aflevering. Later.